gaat daar zak. De zak. Ja, dat is het. Hallo allemaal, leuk dat je allemaal weer kijkt. Mijn naam is Victor, achterkamer van Peanut. En wij zijn vandaag een beetje verzakt in de Klaas Roadshow. Ja, nee, dit filmen we echt wel. We zijn niet alleen, dit is verschil. Ja, hallo, maak ik een behind the scenes opname, ga je mij filmen? Behind the scenes. Hallo allemaal, leuk dat je allemaal weer kijkt. Mijn naam is Victor, achterkamer van Peanut. En wij zijn vandaag een klein beetje verzakt in de Roadshow van Ja, wat filmen ze dan? Gewoon een spoortje hier op het gras, waarvan je kan zien dat de demo niet doorgaat. Dat de lakbal en dit is eigenlijk een lakbalkje op de grond. Ja, ik kan het monteren. Misschien niet echt op met die Klaas. Gaan die vooruit of achteruit? Ja, en daar staan ze dan van aangetreden tv, een beetje suf te kijken naar een Klaas trekken. Mooi horen wie het zegt. Wie staat hier nou suf van zich uit te kijken? Ja, toch, nee, ik kijk suf door een bril heen, maar jij staat suf te filmen en naar een trekker te kijken. Doe eens wat nuttigs. We zijn heel nuttig bezig. Maar dat zie je pas om vrijdag om 3 uur. Zie je pas dan nee, ik zie het eerder. Ik zie het eerder. Ik denk, Victor, dat wij straks wel eens kunnen gaan kijken of jij hier iets mee kan. Ja, we gaan hem niet oppakken. Nou, laten we eerst maar eens kijken of jij hem ervoor in aan krijgt. Ik moet direct denken aan een filmpje dat nog niemand heeft gezien. Ja, daar kan je ook het goede filmpje in vinden. Toch was het gewoon maar één knopje hoor, Victor. Wat het magische, wat was nou het groene knopje? Dat zal nooit veranderen, hè? Het haartje film wat je kreeg. Ja, dat is niet. Ik koop in andere landen een andere uitvoering. Ja, dat is een mooi bezet. Juist. En dan moet je al die metertjes daar in die B-stijlers zien, of A-stijl, hoe heet dat ding? Je moet kijken, al die metertjes. Dan denk je dan echt dat je gewoon in een rallyauto zit. Het is allemaal turbo druk en viervoelaandrijving. Dat was echt niet, ik heb er een mooi ding. Deze is goed gekeurd. Deze mag blijven. Hier de bovenkant, langs de uitlaat, gaat het daar naar buiten. Er moet wel wat stof of stroom opvallen. Dat is wel een beetje waar. Nu weer stroom het wel van binnen. We kunnen 2 motoren om 22 pk en 165 pk. Duitsland ook dit hierin. Dat is de vetkaart van de velden. Een paar power systems. Van de motor die we hier. Deze moet je wel zo
voldoende vermogen. 120 pk die heeft een oxidatiekapitaal. Ja. En 150 pk heeft een oxidatiekapitaal. En een oxidatiekapitaal. Dus dat is. Je ziet het, dit is echt een mooi groot bak. Eventueel kun je een plaat aan de onderkant krijgen en dan krijg je meteen een doek aan de bovenkant. Zodat het vuil niet op gaat lopen. En dan kun je er gewoon goed bij. Ja, die moet dan maar. Ja. Want het doel van het argument is om meer verheid te lopen. Dus is het feit dat je het lekker. Ja, dat daar kan ik me niet bij voorstellen. Je kunt op een gegeven moment, nou, kan je alleen maar uitnodigen om erin te zitten en even te kijken. Dat doen we ook. Dan kun je er ook mee rijden. Kun je het wel de start van balen. Kun je zeggen van nou, oké, okay, even afgeleid door deze mooie grote Axion. En dan gaan we weer terug naar de jongens van Agitreden TV. Zonnetjes zien. Nou, dat zijn twee soorten. Eigenlijk de bediening van alle machines hetzelfde. Ja. Alleen de plaats van de hendel is bij deze vanaf dus 4,5 ton aan de armleuning. We kunnen bij deze bijvoorbeeld dansandrukken op de mast continu uitgeschakeld. Ja, en als je een beetje leuke opnames wil maken, moet je gaan plakken met je GoPro. Hoe ga je dat doen, Gerard? Met een zuignap. Met een zuignap? Ja, zeker. Geen zagen. Nee, ik kan niet zuigen. Daar ben ik niet van. Dan moet je bij Victor zijn. Nee. Oh. Wat zei je daar? Een beetje puur op. Oh, dat kan ook. Ja, ik kan er natuurlijk ook eentje op. Ik kan ook op de mast doen, maar dat zien we jou niet. Dat zien we alleen die mast, dat is ook een beetje saai. Ik zou hem gewoon achter op de ringen pakken, hè? Ja, dat is wel gelijk aan. Echt waar, er zijn gewoon twee stapjes om omhoog te gaan en dat heeft Gerard nog niet door. Ik ben even de spulletjes aan het opruimen. Smoesjes! Reo's niet juist. Oh, daar gaat hij. Oh ja, weigering, twee strafpunten. Moet je je thuis omhouden? Zit daar al. Ja, ik hou me het af om, maar Victor gaat rijden. Dus. Oh, oké. Okay. Dan doe ik nog wat shot van buiten. Oh, dan heb je mis. Hij te denken ik alles Ja. Ik heb geen idee wie die actie was. We gaan even kijken of het Victor lukt. Waar je nu gaat staan, is dat altijd een beeld van die GoPro. Dat is dan wel, ja. Je staat niet alleen een beeld van de GoPro, maar ook bij mij. Oh, Victor beweegt! Oh, is me gelukt. Hebbes!
Kijk hem eens geconcentreerd bezig zijn. Heeft hij de GoPro gesloopt? Hij heeft de GoPro laten vallen. Nou, mooi moment voor een pauze. Ja, hier is de GoPro, ligt er gewoon af. Hij komt beter niet uit. Vond je dit ook een hartstikke leuk filmpje? Geef hem even een dikke duim en een reactie hieronder.